Goedemorgen op deze woensdag. Hebben we er weer een beetje zin in? Ben je al lekker uit bed of ben je nog wakker aan het worden? Het is weer woensdag. Het is net iets na vijven. We zijn weer onderweg. We gaan natuurlijk weer een geweldige dag van maken. Want elke dag moet je gewoon zelf helemaal kunnen invullen om geweldig te maken. Ja, wat je eigenlijk sowieso niet kan doen is natuurlijk een ander de schuld geven dat je dag niet geweldig was. Dat maak je zelf. En ik wil eigenlijk ook nog wel eventjes een beetje stilstaan bij het feit dat vaak mensen ik denk onbewust een beetje ondankbaar zijn. Hè? En dat bedoelen ze niet lelijk, hè? Daarom zeg ik ook even bij onbewust. Maar we zouden allemaal eens iets meer dankbaar moeten zijn. En dankbaar bedoel ik in de zin van niet alleen maar zitten klagen met ik heb geen tijd, ik heb geen geld, ik heb geen goede mensen om me heen, ik heb dit niet, ik heb dat niet. Als we het lijstje moeten gaan opnoemen wat je allemaal niet hebt, ja, dan kunnen we een heel lang lijstje gaan maken. Maar misschien moet je ook eens even kijken van, nou weet je, wat heb ik nou wel? Waar kan ik nou wel dankbaar voor zijn? Wat heb ik nou wat een ander niet heeft en waardoor ik je eigenlijk jezelf best wel rijk mag rekenen? En dat is vaak natuurlijk wel iets wat we voor lief nemen. Hè? Je neemt heel veel dingen op een gegeven moment voor lief. En of dat nou familie is of vrienden of misschien in je relatie, dat je denkt, ja, mijn partner is er toch wel. Het is niet erg als ik daar ruzie mee maak. Of mijn ouders, zie ik toch wel. En als ik die bel, helpen ze me toch wel. Of misschien dat je ouders juist, dat je er juist helemaal niks mee hebt, dat je ze niet spreekt. Hè? Maar dat zijn allemaal momenten dat je ook gewoon eens even stil moet staan bij het stukje van, joh, wat heb ik nou eigenlijk? Hè? Wat heb ik nou eigenlijk waar ik eigenlijk niet zonder zou willen? Hè? Of waar ik eens een keer wat anders mee zou doen? Hè? Als je dus mensen om je heen hebt waarvan je zegt van, nou, daar zou ik eens wat vaker naartoe moeten gaan. Of ik zou er eens wat meer voor moeten doen. Hè? Heel veel mensen gaan op in hun werk of studie of hobby. En de dagen vliegen voorbij. Maar in de tijd dat die dagen voorbij vliegen, ga je er maar vanuit dat die andere mensen er zijn. En je gaat er maar vanuit dat het er allemaal wel is. Totdat iemand op een gegeven moment aangeeft dat er iets gebeurt. En dat kan iets leuks zijn. Of dat kan iets zijn wat niet leuk is. Hè? Dat kan zijn een verjaardag, hè? Dat is natuurlijk vaak al leuk, maar het kan ook zijn dat iemand gezondheidsklachten heeft. En moet dat dan je wake-up call zijn dat je denkt van, nou, ik ga naar die persoon toe of ik stuur eens een appje of ik doe eens een belletje. Weet je, dat is natuurlijk eigenlijk de verkeerde motivatie. Hè? Je zou eigenlijk preventief eens eventjes wat meer met die mensen bezig moeten zijn voor jezelf. Hè? En ik zeg helemaal niet dat je vanaf nu op zaterdag de hele middag moet gaan sjoelen bij je oud-tante, omdat dat zo leuk is en zulke heerlijke cake bakt en je vroeger altijd uit school ophaalde. Nee, dat is niet de insteek van het hele verhaal. De insteek van het verhaal is dat je eens wat meer kijkt van, nou, wat heb ik en waar kan ik dankbaar voor zijn. En dat zijn toch wel vaak de dagelijkse dingen die je voor lief neemt. En sta er eens bij stil. Hè? We worden geleefd door het internet, door de smartphones, door de apps, door de nieuws wat eigenlijk altijd binnen een fractie van een seconde op je bord ligt. Dat je denkt, nieuws. Vroeger had ik dat in de krant moeten lezen een dag daarna. Hè, of even op teletext moeten kijken voor de mensen die dat nog een beetje hebben meegekregen. Wees wat meer dankbaar. Weet je? Heb je lieve ouders of een lieve vader of moeder, weet je? Bedank die gewoon eens een keer spontaan. Dat je een keer naar ze toe gaat, dat je een keer een gebakje haalt of iets anders. Dat je zegt, joh, ik kom gewoon gezellig even gewoon een half uurtje of een uurtje bij je langs. Hè, maar dat geldt ook voor een opa of oma. En ook al woon je die op 2 uur of op 3 uur afstand, neem dan gewoon 1 keer in de zoveel tijd eens even de moeite om met een vriend, vriendin, broer of zus eens even die kant op te gaan. En te zeggen van, joh, ik kom gewoon eens even bij je kijken. Dan draai je het ook eens even om. Hè. Wat verwacht jij van jouw kinderen, vrienden of familie, als jij in die schoenen zou staan, hè? Als jij dus ouder zou zijn, of als jij dus opa of oma zou zijn en jij zou daar op je oude dag nog zitten, hè? Hoe zou je dan willen dat mensen met je omgaan? En wil je dan ook dat mensen niet naar je omkijken? Hè? Hè? Ik zeg niet dat je nooit naar anderen omkijkt, maar het gebeurt te veel dat dingen die gewoon dagelijks zijn, hè, waarvan je denkt van, die zijn er toch wel, dat je die voor lief neemt. En maak daar eens tijd voor. Hè. Wees daar eens bewust mee bezig. En als je dat al doet, weet je, kudo's, om maar zo te zeggen.
goed bezig, dat is zeker belangrijk. Want weet je, aan het einde van de dag is het heel simpel. Hè? Je komt hier met niks en je gaat hier met niks. En die tussentijd proberen we allemaal zo leuk mogelijk op te vullen. Nou, ik denk dat we daar allemaal wel van weten hoe je dat moet doen. Maar probeer dan ook eens eventjes te kijken van joh, mensen die je lief zijn, of mensen die je eigenlijk een beetje vergeten hebt, of eigenlijk mensen die je een beetje voor lief neemt, hè? Dat kan vaak ook natuurlijk een gevaar zijn, dat je gewoon mensen zegt van, oh joh, nee, joh, die zijn er toch wel. Hè? Dat is toch eigenlijk wel iets wat op een gegeven moment gewoon ook een keer kan zijn van, ja, ik heb al die jaren heb ik die persoon voor lief genomen en die is er nu niet meer, of hè, die gaat in één keer verhuizen, of ik heb er in één keer ruzie mee, of hè, er kunnen allemaal situaties ontstaan waardoor het op een gegeven moment er niet meer is. Dus ja, mensen, woensdag, maak er een geweldige dag van. Vergeet niet eventjes ook je discipline duidelijk te hebben. Dat hebben we in de vorige video natuurlijk uitgebreid doorgenomen. En hoe het werkt met eigenlijk je oergedrag. Ik ga snel eventjes naar binnen, want ik ben inmiddels aangekomen op mijn werk. Ik hoop in ieder geval dat je er een geweldige dag van maakt. En ik weet zeker dat je alles kunt wat je wilt. Ook al kost het even moeite, kost het even energie, weet je. Maar ga echt bedenken van, joh, wat ga ik doen? Leef niet als een zombie je hele leven, weet je. Probeer verschil te maken. Probeer verschil te maken voor je directe omgeving. Probeer verschil te maken op de langere termijn, weet je. En ik wil niet zeggen, probeer de wereld in je eentje te verbeteren. Maar je kunt wel de wereld waar je zelf in leeft gewoon een beetje in je eigen omgeving verbeteren. En of dat nou is voor jezelf, voor je familie of vrienden, weet je. Vaak al een kleine aanpassing in je gedrag of in je doen en laten kan dus al een verschil maken voor iedereen. Hè? Of voor iemand in ieder geval. Hè? Is nou iemand heel erg, hè, alleenstaande ouder is, ik noem maar iets, en altijd loopt te zeulen met de kinderen en eigenlijk bijna nooit tijd heeft om eens een keer wat leuks te doen. Weet je, ga eens een keer naar die persoon toe. Hè. Ga eens een keer heen of zeg eens een keer van, joh, zullen we eens een keer lekker een pannenkoekje gaan eten met die kinderen. En ja, weet je, waarom geef je daar dan niet even een keer een paar tientjes aan uit dat je denkt van, ja, ik kan wel weer kleding kopen of ik kan wel weer, weet ik veel wat, een avondje zitten drinken in de kroeg. Maar weet je, probeer er ook eens een keer wat, ik wil niet zeggen wat nuttigs mee te doen, maar het komt er wel bijna op neer, weet je. Probeer eens wat meer bewuster met alles om te gaan. En ik durf te wedden dat je daar gewoon echt ook veel meer plezier weer uithaalt. En dat het stukje zombie wat minder kan gaan worden. Want ja, uiteindelijk ben je hier gewoon voor elkaar. En moeten we het samen doen. Mensen, hele fijne dag. En ik hoop in ieder geval dat jullie het weer interessant vonden. Ik ga er wel vanuit. Dat zijn voor mij allemaal wel dingen waar ik eigenlijk zelf heel veel aan heb. Oké, dat was hem. Ik zie jullie hopelijk snel. Dankjewel, fijne dag.